Vitesse boekte zaterdag tegen naast de belager PEC Zwolle de zesde overwinning op rij. 9 speelrondes voor het einde koers Vitesse af voor de play-offs voor Europees voetbal. Wij spraken met trainer Peter Bos en Vitesse-speler Davy Prupper. Davy Prupper, man of the match, wederom een 2-1 overwinning en een briljant doelpunt. Hoe mooi kan een avond zijn? Ja, zo is die wel heel mooi, denk ik. Ja. En, het enige wat je misschien nalaat is meer scoren. Maar daarom is hij nog extra mooi, omdat hij de beslissende ook is, denk ik, hè? Nee, uiteraard, dat maakt hem extra mooi. En, de goal op zich was al mooi, maar op dat moment... En, later blijkt dan ook dat de winnaar is, dan is het nog mooier. Ja. Terwijl vanaf de tribune leek het of die wedstrijd niet verloren kon gaan. Maar jullie deden toch nog veel aan om hem spannend te houden, leek het. Ja, dat doe je niet expres natuurlijk. Maar wat ik zei, we hadden vaker moeten en kunnen scoren. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat je nu de techniek kunt brengen. Maar de spirit en de teamgeest is echt ook echt bijzonder, hè? Ja, nee, die zat erin en... Misschien voor de winterstop iets miste, dat is er nu wel, ja. Is dat wat ze flow noemen of een reeks, hoe wil je het benoemen? Zo'n reeks misschien wel, ja. Maar die spirit, dat is niet de flow, denk ik. Dat is echt ingekomen na de winterstop, ja. Meneer Bos, een 2-1 overwinning, de zesde op rij. En met een prachtige wedstrijd. Hier moet een heel gelukkig trainer staan. Ja, dat klopt. Het gaat om winnen. En dat hebben we nu voor de zesde keer achter elkaar gedaan, dus dat is perfect. Maar ook op een manier en een wedstrijd waarin je het idee had dat deze zou gewonnen worden. Ook al bleef het maar 2-1 en deed de ploeg er alles aan om die spanning erin te houden. Maar je had niet het idee dat het mis kon gaan. Nou, weet je, het klopt hoor. Ik zat wat dat betreft ook wel met een goed gevoel op de bank. Omdat je zag dat we de wedstrijd volledig beheersten. Maar als het maar één doelpunt verschil is, kan de bal altijd een keer verkeerd vallen. En als zij vlak voor tijd nog een vrije trap krijgen waar ze die bal erin pompen, dan kan die een keer verkeerd vallen. Dat zou dan misschien niet terecht zijn geweest. Maar goed, zo hebben we natuurlijk wel meer punten al verspeeld dit seizoen. Nu zitten we in een fase waarin die bal niet verkeerd valt en het de goede kant op valt. Is dat het enige wat u heeft op te merken? De kansbenutting, zeg maar, het rendement voorin, dat dan beter moet? En dan praat je eigenlijk na 60 minuten nergens meer over. Nou, ik vind dat de eerste goal natuurlijk die wij tegenkrijgen ook niet mag vallen vanuit een ingooi. Dat daar zo simpel binnengekopt kan worden, dat mag niet. En we hebben inderdaad een heleboel grote kansen gehad waar je de wedstrijd eerder in het slot moet gooien. Los daarvan, je komt achter, we raken niet in paniek. Keihard gewerkt tegen de nummer 5 van Nederland, een goed voetballende ploeg. Die in staat is om een heleboel ploegen in Nederland onder druk te zetten en niet aan het voetballen te laten komen. Nou, dat hebben wij precies andersom gedaan. Wij hebben Zwolle onder druk gezet. We hebben ze geen seconde rust gegeven en op adem laten komen. En ik denk dat die jongens blij waren dat het rust was, omdat we zo'n hoog tempo speelden, zo de druk erop hadden. Dat ik met een goed gevoel op de bank zat van, nou goed, ook na het missen van die strafschop, die goal gaan we nog wel maken. En nu, ja, Zwolle is nu, hebben jullie gepasseerd. Maar wat is het doel? Is dit uiteindelijk gewoon continueren en kijken waar je uitkomt? Ja, dat zeg ik eigenlijk tegen iedereen. En, op dit moment wordt dat veel gevraagd, ja, wat het doel is. Maar na de winterstop waar we 12e stonden, hebben we gewoon gezegd, we kijken wedstrijd voor wedstrijd waar we kunnen eindigen. En, we doen het zo goed dat erna gevraagd wordt, maar voor ons is het nog steeds wedstrijd voor wedstrijd. Ja. En gaat er vanavond ook een biertje in? Nee, bier niet, maar misschien wel iets lekkers, ja. Gefeliciteerd. Ik sprak ook Prupper, de man van de match, zeer terecht uiteraard. De spirit in de ploeg, dat is ook opvallend. Hè? Er is echt een teamgeest die... Zeker voor de winterstop eigenlijk niet zag. Die nu eigenlijk ook deze punten en deze wedstrijden ook naar een extra niveau tilt. Nee, ik vind dat ook voor de winterstop de teamspirit en de teamgeest uitstekend was. Maar het is logisch, als je 6 keer achter elkaar wint, dan voelt iedereen zich net even wat lekkerder. Ja. En hoe gaat deze reeks verder? Die flow, gaan we die nog even volhouden? Ik heb geen idee. Volgende week moeten we tegen Heracles. En dat is voor ons nu de belangrijkste wedstrijd. Dus laten we die maar proberen te winnen.